Tom-Jan Meijers, Barbara Baas. Maar welkom. Veel te bespreken en ook veel te laten zien wel. Dus meteen beginnen. Het was volgens mij 11 uur begonnen. Het was 10:55 of 10:50. Toen was er de clash Rutte-Wilders. Wilders zei een motie van wantrouwen tegen ieder lid in vak K met een dubbele nationaliteit. En toen antwoordde Rutte als volgt. Heer Wilders gebruikte opnieuw de term principieel. Dit is een principiële zaak en het is zodanig principieel dat er een motie van wantrouwen moet volgen. Wat een onzin. Wat een ongelofelijke slappe hap van Geert Wilders. Om dan vervolgens in 2010, toen hij zelf, en de heer Buma heeft dat gisteren blootgelegd hier, en ik vond hem daar echt schutteren, de heer Wilders. Dat hij zelf in 2010, toen hij gedoogpartij was van een andere coalitie, alleen maar vroeg aan mevrouw Veldhuizen van Zanten, zou u zo vriendelijk willen zijn die Zweedse nationaliteit neer te leggen? Oh, u wilt dat niet? Ook goed hoor. Nee, prima. Ik kom niet met een motie. Ik kom ook niet mee, want ik wil het kabinet niet schaden. Nu, 7 jaar later, wel met een motie van wantrouwen. Wat een slappe hap. En wat een slappe hap voor een partij die zegt de rechte koers te varen. Niets heer van waar. Wilders. Mevrouw de voorzitter. Ja, Tom-Jan, je had het laatste keer aan tafel over de houdbaarheid van een politicus. Is dat hier van toepassing al of niet? Of hoe weeg jij Wilders deze dag? Volgens mij betaalt Wilders hier de prijs van de voorspelbaarheid. Kijk, hij heeft een bepaalde manier van doen met die debatten. En dat is, hij gebruikt best vaak grote woorden. En hij gebruikt ze ook best vaak. Op een gegeven moment zijn alle grote woorden op. En de anderen die weten, als je Wilders wil riposteren, dan zul je ook voor de dag moeten komen. Nou, Wilders had dit geprepareerd en vrij goed. Of sorry, Rutte had dit geprepareerd en vrij goed.